Zo, Tim, wat heb je nu gehuurd? Deze auto moeten wij het Mungo National Park in kunnen, ook op de wegen zonder asfalt. Met allemaal diepe kuilen, gevaarlijke slangen, bijtgrage spinnen en ander ongemak. En hiermee moeten we dus de oorlog in het park gaan winnen. Ik ben benieuwd. Nou, we hebben een 4-wheel drive diesel gehuurd. Het was mij volslagen onduidelijk hoe dat ding werkte, maar ik heb gelukkig extra uitleg gekregen. Dus nu kunnen we gaan met dieselkracht door het natuurpark. Is het milieuvriendelijk? Nou, ik dacht het niet. Hey Tim, hoe hard gaan we nu? Nou, ik probeer tussen de 80 en 100 kilometer te rijden. Dat lijkt op zo'n onverharde weg heel erg snel. Maar als je langzamer rijdt, dan voel je de ribbels heel erg. En dan word je als een soort wasmachine door elkaar geschud. Dus 80 à 100 kilometer is, ondanks de stof, een goede snelheid. Dusty! Mark, wat ben je dan allemaal aan het knutselen? Ja, je moet een formuliertje invullen. Je moet toegang betalen. Dan moet je een formuliertje invullen. En dan moet je geld in een envelopje doen. Ze vertrouwen gewoon je erop. Kijk, heb je hier de vehicle fee envelop. En dan moet je dan in een, dat geld, $8 is dat dan, 5 euro. Hop, hop. En dan mag je hierin stoppen. Ah ja. Plak niet. Nou, zo. Als je heel goed kijkt, kun je onder de bomen in de schaduw drie kangoeroes zien. Eentje slaapt en twee staan er. Nou, hoe echt wil je het hebben? Dit Lake Mungo National Park. Dat is Lake Mungo. Dit was dus vroeger, wat je ziet, een meer. 40.000 jaar geleden was het hier gewoon een meer met heel veel planten. Hier woonden Aboriginal mensen al. En in de loop van duizenden jaren met allemaal ijstijden, et cetera, is het meer helemaal opgedroogd. We zien hier de resten van de duinen. Die ontstaan zijn toen het meer gewoon water had. En net als in Nederland, als er water is en zand, ontstaan er duinen. Het water is weg en deze duinen zijn blijven liggen. En die zijn een enorme toeristische attractie. Ze heten dan ook de Great Walls of China. De Walls of China, niet de Great Walls. Ik zeg het heel tijd fout. De Walls of China, naar het Chinese zusje verderop. We staan nu op de bodem van het meer, waar dus 45.000 jaar geleden 15 meter diep zoet water stond. Dat is allemaal verdwenen. En dat zoete water was natuurlijk een hele aantrekkelijke plek om te wonen. Dus hier waren vroeger ook heel veel Aboriginals. En daar gaan we nu wat meer over vertellen. Wetenschappers hebben de overblijfselen gevonden van Aborigines die hier 10.000 jaar geleden woonden. Onder andere van de Mungo Lady. Achteraf bleek dat ze 18 jaar was. En de Mungo Man. Die was een jaar of 50 en die had last van artritis. Dat kon ze allemaal zien. Hier vonden ze ook bijvoorbeeld hele werkplaatsen van de Aborigines waar ze de zaden aan het stappen waren en de vissen aan het villen waren. Dus ja, dit was eigenlijk vroeger de werkplaats. Nou, poe. Het was toch nog een heel avontuur, helemaal op het eind van de Unsealed Road of de Gravelweg. Boom! Een lekker band, ja. En toen moesten Mark en Tim in de snikhete zon de band verwisselen. Kun je het voorstellen? Dit is de reserveband, maar gelukkig kregen we hulp van een echte Aussie bloke. Die op zijn buik ging voor ons en alles regelde. Dus we hebben alleen maar een beetje hoeven kijken en een beetje hoeven assisteren. Dus dankzij de real Aussie bloke konden we weer verder. En er was de schade aan de band? Ja, schade. $300 voor rekening van Mark en Tim.